Een van de meest gebruikte navigatie-apps op de mobiel is Google Maps. En de meeste mensen weten wel hoe het werkt. Maar je kan er veel meer mee dan je denkt. Wij zetten onze 5 favoriete functies op een rij. De eerste tip: je kan in Google Maps je werkadres, je thuisadres en andere favorieten toevoegen. Plus je kan hem koppelen aan je agenda, zodat je nooit meer handmatig een adres hoeft in te tikken. Als je een langere trip plant met meerdere bestemmingen en tussenstops, dan kan je die van tevoren al allemaal in Google Maps zetten, zodat je dat onderweg niet meer hoeft te doen. De derde tip: Google Maps geeft vaak al automatisch aan of het druk is op de weg of niet. Maar voordat je vertrekt, kan je ook alvast de drukte op de weg checken. Simpelweg door op het hamburgermuurtje te klikken, verkeer aan te vinken en dan zie je vanzelf aan de rode, groene of oranje streepjes hoe druk het ergens is. Nummertje 4. Wanneer heb je Google Maps nou het hardste nodig? Juist, als je in een gebied bent dat je niet kent, bijvoorbeeld in het buitenland, waar het internet vaak ook wat onbetrouwbaarder is dan in Nederland. Gelukkig kan je in Google Maps delen van een kaart alvast downloaden van tevoren, zodat je het offline kan gebruiken. Als je Google Maps offline gebruikt, dan werkt alleen de autonavigatie nog. Looproutes, fietsroutes of OV-routes werken niet meer. Maar wat wel kan, en dat is heel leuk, als je door de stad heen loopt, kan je met 2 vingers op Google Maps naar boven schuiven en dan krijg je een 3D-view over de stad. Dat navigeert toch net even wat makkelijker. Met Google Maps kan nog veel meer dan dat wij in deze video kunnen vertellen. Gelukkig staat er op brian.nl een volledig overzicht van wat je allemaal kan met Google Maps.